Welkom iedereen in deze nieuwe video van Polestar. Het is nog heel vroeg, zodat jullie kunnen zien. Het is zelfs nog donker. Maar beter niet te laat, zeggen ze. We moeten zo naar school om te gaan werken. Dus daarom dat ik zo vroeg op ben. Eigenlijk, we gaan die konijn daar eens bevrijden. Eerst. Zo. Voilà. Dat is gebeurd. Ik ga nog wat water in mijn beker doen. Om die te pakken naar school. Dus, voilà, mag ik even hier zetten. Zo. Zo. Ik hoop dat jullie een goed weekend hebben gehad. Dus, want dat is wel heel belangrijk, een goed weekend. Want een goed weekend wil zeggen ook een goede dag. Dus dat is wel zeer belangrijk. Zo, dan gaat dat in de rustzak. In mijn drinkbus. Ik heb er water in gedaan. Het is wel koud en ik weet niet wat mistig is. Ik denk wel dat het mistig is buiten. Dus ik denk wel dat het koud gaat zijn. Buiten te gaan. Dus dat gaat niet zo leuk zijn. We gaan ons nu onze schoenen aandoen. Die staan hier namelijk, onze schoenen. Die gaan we ook even aandoen. Zo. De schoentjes gaan aan. De volgende. Het is toch wel wat vroeg, vind ik. Dat is omdat ik gisteren, nacht niet geslapen heb. Nu heb ik wel wat beter geslapen, maar toch. Het gaat wel. Zo. Ik heb natuurlijk nog steeds met die lijn die ik gisteren opgelopen heb. En dat doet wel een beetje pijn. In gezien. Dus, dat is niet zo leuk. Dan hebben we nog de deodorant. Eerst open draaien. Zo. Dat is er al anders buiten. Het is koud. Dus. En dan zal het verhaal tijd zijn. Dus kijk waar heb ik die neus heb gelegd. Daar. Dus dan denk ik dat het verhaal tijd zijn om te vertrekken naar school. Zo. Nou, het is nu 54. Pas op tijd. De vertrekking moet toch niet te vroeg zijn. Want te vroeg is ook niet goed. Trouwens, de boom staat nog steeds. Maar dat vind ik al belangrijk. Dus dan gaan we nog eens plassen. Dan dingen jas aandoen en zo. En dan kunnen we vertrekken. Zo, ik ben weer helemaal terug van school. Zodat ook het is licht. Het was echt super leuk om te doen. Een beetje vermoeiend, al wel. Maar het was wel superleuk eigenlijk. Ik heb er echt wel van genoten. En er zijn ook mensen die me herkennen van YouTube. Je meisje zit in. Ik ken jou van YouTube. En zo. Het is echt super tof eigenlijk. Dat mensen me beginnen leren kennen eigenlijk via YouTube. Dat vind ik echt wel leuk. Omdat dat ook wel iets is waar dat ik zoveel werk in steek. En dat is wel leuk als mensen dat dan ook bekijken en zo en reageren. Dus ik ben daar wel fier op dat dat echt wel iets is dat wordt bekeken. Zo lijkt bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld op TikTok was het ook zo de vorige keer toen ik live ging met mijn silken en gieten. Dan was er ook iemand die me herkende van YouTube. Dus ik vind het altijd wel heel leuk als mensen mij herkennen van YouTube. Ik ga nu nog een beetje, ik ga nu eten maken, lasagne. En dan ga ik nog een paar dingen doen. Jullie weten dat ik gisteren zo'n... er is geen licht hier. Het is allemaal beneden. Jullie weten dat ik gisteren zo typisch heb gespeeld. Ik heb daar echt heel goede commentaar op. Vind ik ook wel super leuk eigenlijk. Dat mensen er echt wel
goede commentaar op geven, want dat is wel de bedoeling dat er goede commentaar op komt. Ik ga dat natuurlijk ook meer plaatsen. Bedoeling is ook om in de toekomst daar ook wekelijks mee bezig te zijn, dus elke dag proberen toch een video op te plaatsen. Dus daar ben ik wel blij mee dat het echt wel goed verloopt. Ik merk ook wel dat mensen het soms het verschil niet meer weten tussen of het echt is of niet echt is, dus dat vind ik ook wel goed. Dus dat ga ik zeker in de toekomst nog meer doen. Moest je daar ook nog een idee over hebben of zo, laat het even weten in de comments. Sowieso. Dus, maar ik vind het wel leuk om zo typetjes te doen, je kent het wel allemaal. Je hebt de vlog van gisteren gezien, normaal gezien. Wat ik ook in de toekomst ga doen is ook als ik de vlog maak, ga ik ook een stukjes ook op TikTok zetten. En die stukjes, die ga ik gebruiken eigenlijk voor reclame te maken voor mijn YouTube kanaal. Dus ik heb echt wel heel grote plannen. Dus om echt wel de video's te bekijken. En ik heb ook een paar berichten gekregen trouwens. Dat wil ik ook eventjes hier eventjes in vertellen. Even voorlezen voor jullie. Ik moet het even aanmelden daarvoor. Om wat te kunnen lezen voor jullie. Dus postdag. Dus dat vond ik ook wel goed. Ik vind goede commentaar altijd heel leuk. Die heel goed veel opsteken. Dus ik heb hier, voilà. Ik weet niet of ik zijn naam mag noemen, dus ga ik niet doen. Dus dat was dus Hey Ballstar. Ik kijk nog niet zo lang je vlogs op YouTube. Ik wilde je even zeggen dat ik heel sterk van je vind hoe je praat over hoe je je voelt. En ik weet dat er mensen naar je kijken die zich ook niet goed voelen. En dat helpt je door te laten zien dat je niet alleen bent. Dankjewel voor je openhartigheid en eerlijkheid. Ik hoop dat alles op zijn tijd een beetje duidelijker wordt voor je. En dan heb ik nog een berichtje gehad. Die schreef, ik zag het laatst op YouTube waar je zei dat je niet goed voelt. Ik wou even een hart onder de riem steken. Er komt een tijd dat je zich beter voelt. Vertrouw er maar op. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel leuk eigenlijk. Zo comments zijn altijd heel goed. Ik word ook soms herkend tegenwoordig. Ook toen dat ik live ben gegaan met Gieten en Silke, dat hebben jullie niet gezien in de vlog. Dat was ook wel heel leuk. Ik zal misschien een klein stukje laten zien. Wacht even hoor. En wat is het met die microgolf nu? Natuurlijk. Wacht even hoor. Oké, even moeten draaien. Wacht, moet dat wel zeker zijn dat we... Dus dat ziet er zo uit. Dus ik ben dan echt wel live geweest. Met hun. Kijk, en dat wordt dus wat gezegd. Ik lust dat niet aan. Dus dat ga je niet van horen. Dus dit wordt dus allemaal. Ah ja, oké. Ik zag. Dus dat is echt de beelden. Ik zal eens zien wat ik hier vragen mag stellen. In deze live even kijken. Dus wat de beelden. Dus dat is ook iets eigenlijk, maar ik ga eens kijken of ik er ook geluid bij kan krijgen. Wacht even. Hè. Moet wel goed zijn natuurlijk. Hè. Wacht, ik ga voorbeeld. Het geluid precies wat zachter. Wacht, eens kijken hoe dat komt. Of op je broer? Op mij. Ik heb dat bedoeld. Je kunt het allebei doen. Hè. Ik heb dat gisteren ook gedaan hè, bij jou. 10 keer opnieuw begonnen. Hè. 10 keer. Omdat ik de tekst op het einde niet meer hoorde. Ik zag die gewoon passeren en ik was spontaan aan het meedoen. En ik dacht, oké, dit gaat zo vlot. Hier maken we een TikTok van. En uiteindelijk had ik hem dan bij... Geweldig. Ik vind er altijd terecht om een babbel te slagen. Tof. Tof. En ook lief. En ook lief. Oei oei, en nu ik ja. Ja, en nu jij. Ook geweldig. Ook altijd terecht voor een babbel te kunnen slagen. Ja, altijd, maar ik... Ja,
meestal wel, hè. Fantastisch en ook geweldig. Dus wat ik toen wilde zeggen was eigenlijk heel simpel. Toen ik die vraag kreeg. Je moet ook weten, dat is niet zo heel makkelijk om dat allemaal te doen. Maar toen ik die vraag kreeg om dat te zeggen, wil ik eigenlijk gewoon zeggen, je bent een topper. Inderdaad, heeft zelf gezegd. Geweldig, tof. Eigenlijk gewoon echt wel een super, super toffe vrouw eigenlijk. Eigenlijk alles wat je maar kunt indenken, eigenlijk echt super tof. Dat was ook zo, ja, die belde me op en we hebben het dan gedaan. En ik vond het wel super leuk eigenlijk om met haar zo in de live te zijn eigenlijk, om dat te doen. Maar ik ben altijd zo verlegen en dat maakt mij heel moeilijk eigenlijk altijd. Maar het is ook niet gemakkelijk om te filmen, wat je moet rekenen. Er komt ook nog een andere naam in beeld. Maar ik hoop dat je toch wel een beetje een idee hebt hoe dat was. Dus ja, het was weer heel leuk eigenlijk. Ik hoop dat je dit een leuke video vindt. Dus zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en morgen.